207. In die nauwe, lugubere straten met huisjes van minstens 4 hoog, waar heel een bevolking van bootwerkers en zeelui op en door elkaar huist, heeft het nu al weken en weken gebroeid. Dat kun je voelen als je gaat uitvragen. Ik heb ze maar laten vertellen, die arme misleiden, die voor hun brood en hun werk menen te moeten vechten, die niet begrijpen dat ze de dupe zijn van die volksmisleiders, die stelselmatig ontevredenheid zaaien en uit die ontevredenheid dan die nieuwe stof voor actie verzamelen. Arme misleiden, dat zijn ze. Breed hebben ze het niet. En het is een hard leven, dunkt me, daar in die ouderwetse kazernewoningen, waar je de grote trappen opgaat met een gevoel van benauwdheid die je om het hart slaat, als je voor en achter overal andere bewoners ziet, die tezamen toch een huishouden vormen. Want kattenburgers zijn familie allemaal. Ze kennen elkaar, en vooral het vrouwvolk heeft voor elkaar geen geheim. En dan heb je weer zulke oude krotjes, raamshuisjes met vunzige winkeltjes en hoge steile trappen, waar het gladde, vettige touw door je vingers glijdt als je probeert naar boven te komen.